Eens wij, hè? Bedoel, ja. Wat je ziet nu om je heen, dat iedereen, al die landen in de stuip, in de bekende stuip, Groundhog Day, dat hadden we ook met de Delta, dat landen gaan beperkingen gaan opwerpen. Ja. Met quarantaine-eisen, Zwitserland bijvoorbeeld. Maar ook met de boostervaccinaties die verplicht worden. Ja, en dat is Oostenrijk. Ja, Oostenrijk, Frankrijk vandaag, die ook die boostervarianten. Ja, dat maakt het reizen, daar moet je wel door heel veel hoepels heen springen, wil je überhaupt op reis of op vakantie kunnen. Maar wat zou u dan graag van het kabinet willen? Ja, wat ik graag zou willen is zo snel mogelijk weg met die inreisverboden. Dat zet dus echt geen zoon aan de dijk. En je richt zoveel meer schade aan dan je eigenlijk beoogt te bereiken. Dat is twee. Dus dat is de economische schade eigenlijk. Maar zo snel mogelijk ook beginnen en intensiveren die boostercampagne. Want daar zijn we natuurlijk ook veel te laat mee begonnen. Want dat leidt ertoe dat straks mensen die op wintersport willen gaan niet kunnen, omdat ze die booster niet hebben. En dan moeten ze zich laten testen. Nou, en mensen die op dit moment getest zijn en niet gevaccineerd zijn, dan moet je gewoon van zeggen, ja, wintersport, dat gaat hem dit jaar gewoon niet worden. En dat we ons in Nederland, dat is, als de viroloog mag geloven, maar anders zit hij tegenover me. Ja. Het is gewoon tijd dat we ons gaan gedragen. Want wij als reissector zijn gebaat bij het feit dat onze cijfers zo snel mogelijk omlaag gaan. Ja. Zodat wij minder donkerrood gekleurd zijn, hè, op al die Europese kaartjes. Zodat er minder reisbeperkingen zijn voor Nederlanders. En dat kan je volgens mij alleen maar doen door, ja, niet door reisbeperkingen op te werpen, maar door ons te gaan gedragen. Maar als we nu, ja.